Goedemorgen allemaal, deze maandag. Deze best mooie maandag. Vergeleken met gisteren is het bijna windstil buiten. En de lucht ziet er redelijk blauw uit, dus we gaan volgen hoe je moet deze dag tegemoet. Ik hoort het, Chester is aan het drinken. Die heeft net zijn eten gehad. Ik ga lekker bakken koffie zetten voor mezelf. Dan wil ik aan de slag. En ik wens jullie bij deze een hele fijne maandag. En ook een hele fijne week. En ik zie jullie vast later vandaag. Fijne dag allemaal. Zo, het hele huis rond het weekend. Was weer even nodig. Gezorgd dat heel de aanrecht weer helemaal netjes schoon is. Helemaal netjes afgedaan. Ga een lekker douche aankleden. En dan ga ik voor de tweede keer met Chester naar buiten. En dan ga ik even heel snel op de fiets naar het winkelcentrum. Want de koffie is op. We hebben natuurlijk geen weekboodschappen gedaan donderdag of vrijdag. Willem had natuurlijk zaterdag geen auto. En gisteren hadden we er allemaal geen zin in. En ging natuurlijk 's middags naar zijn ouders. Dus dat gaat waarschijnlijk vanavond gebeuren. Want er zal toch wel het een en ander gehaald moeten worden. Er is geen Carlijk meer voor mij of geen spa. Dan kan ik wel gewoon lekker aan de siroop. Dat is ook niet erg, maar ik vind het een beetje zoet. Maar ja, lekker gewerkt. Video vanmorgen al klaar. Goed begin van de week. Ik ga nu lekker naar boven. En ik zie jullie straks. Misschien met Chester. En misschien daarna op de fiets naar het winkelcentrum. Tot later. Zo apart. Ik ga gauw fietsen wat ik regen naar boven krijg. Het laatste stukje gaat langzaamaan weg. Het gaat hier nu ook regenen. Mooi hè, je ziet hem zo wegtrekken. Drie dagen cursus hier in de Zoetermeer. Vandaag, morgen en overmorgen. Kijk, die zal wel lekker vroeg thuis zijn. We zullen het zien of die daadwerkelijk vroeg thuis is. En dan de question of the day, iets maandag. Makkelijk, denk ik. Willem heeft gisteren gezond gegeten bij zijn moeder. Gisteren soepje op. Zal wel wat broodjes met snacks worden. Die broodjes moeten toch op. De lucht is echt gaaf zo. Kijk, dan zie ik jullie straks. Het is gewoon fris in huis. Maar niet zo dat je de verwarming aan willen zetten. Even lekker bio eten nog een kacheltje aan. Gaan we zo meteen hapjes maken, denk ik. Hè? Gaan we zo meteen hapjes maken. Lekker. Zo lekker bij het vuurtje. Die ligt daar. De frituur van net aangezet. Het is 8:50. We gaan inderdaad maandag restjesdag snacks op brood eten. En mijn broodjes over van het weekend. Dus die gaan we nu opmaken. Dan maak ik gewoon staan. Afzuigen. Ik kan daar echt niet aan mee. Maar ja, ik zie jullie straks als de chef-kok erbij komt om eigenlijk een verkapte vetbol aan te maken. Nou, we hebben nog geen weekboodschap gedaan, dus ik kan nog geen wijntje aanbieden. Een colaatje dan. Dus even behelpen. Ik heb niet de sluitcontrole, dus ik heb even het vieze voer met een vaas met vaccinelampjes en de rest van de camera. Nee.
heel lief. En we even wachten. Even afsluiting van de vlog. Na een relaxte dag. Het huis ontknult, ontmand, ontmuldert, ontweekend. Hoe je het ook maar wil noemen. Wel nog even lekker naar buiten geweest. Heerlijk in het zonnetje en in de regen. Schitterend mooie regenboog weer gezien. Had ik vanmiddag weer echt knallende hoofdpijn. Dat had ik gisteravond al. Vanmiddag al, als het zo blijft. Dan ga ik, als het deze week niet over is, het einde van de week, ga ik volgende week naar een dokter. Want dan moet er even een kuurtje in. Want dit schiet niet op. Maar ja, vanavond Twitch. We willen weer meegenomen met de livestream. Geweldig. In eerste instantie even zitten kijken. Nou, daar kreeg ik eigenlijk alleen mijn hoofd van. Toen moet je lezen. Dat is ook de reden waarom ik de comments nog niet beantwoord heb. Want daar moet ik dan zoveel bij doen. Dus daar ga ik morgenochtend aan beginnen. Ik ga nu lekker mijn mandje opzoeken. Maar even die zwarte vriend van mij uitlaten. En dan ga ik naar boven. Voor morgen de comments. Dus voor nu. Fijne ochtend, fijne middag, fijne avond. Have fun, geniet. En tot slot.